Ik sta hier met Eugene Tuijnman, CEO van SLTN. Eugene, wat is je boodschap hier naar de vendoren toe? Nou, de nieuwjaarsboodschap natuurlijk, hoewel het is 21 januari, dus we zijn iets laat, maar we doen net alsof het toch gewoon mag natuurlijk. We kijken terug op 2019, een heel succesvol jaar. En we kijken vooruit op 2020 en misschien de jaren daarop ook al vanwege de trends die er zijn. En bij elkaar, met elkaar, gewoon netwerken. Ja. 2009 was een behoorlijk goed jaar voor jou. Je hebt ook meer aandeel genomen volgens mij in SLTN. En je hebt ook nog een mooie Dutch IT Channel Award gewonnen. Hoe kijk je daarnaar terug, naar die avond? Als je kijkt naar de avond van het event verleden week, was het gewoon echt een top-event. En dat is dan niet omdat ik nu voor de Dutch IT-camera sta, maar het was gewoon echt een top-event. Wel een beetje bewogen natuurlijk. En bewogen enerzijds vanwege de Bobby en Robine stichting. Hè, twee kinderen met een fatale ziekte, wat toch impact heeft, enorm. Het andere, het toch wel heel vroeg overlijden van Harold Bax, van Copaco. Toch een channel personality, nou, dat is ook de woord voor uitgereikt. Ja, dat zet je wel weer even terug op de grond van alles gaat toch zo goed, maar het kan ook heel makkelijk anders. Oké, en als je nu kijkt naar 2020, je bent meerderheidsaandeelhouder, wat zijn je plannen en wat ga je de vendoren vertellen? Nou, ik heb inderdaad vorig jaar de Rabobank uitgekocht, dus ik ben 80% aandeelhouder geworden, ING 20%. Dat betekent dat we groeikapitaal hebben opgehaald. Qua strategie en visie gaan we niet veel anders doen. We bouwen uit waar we al jaren op bouwen. En dat zal zowel autonoom zijn als met een stuk overnames waar we naar aan het kijken zijn. Passend bij ons portfolio, bij onze cultuur. En nationaal, dus we gaan niet internationaal, willen we gewoon verder groeien. Okay. Wat ga je de vendoren vertellen? Want je zit ook vaak in advisory boards, onder andere bij Dell, maar ook bij andere vendoren. Wat is de boodschap naar de vendoren toe, hoe zij met partners zoals jou moeten omgaan om een goed, succesvol samen business te doen? Nou, het is net als met een huwelijk. Je moet heel veel overleggen. Je moet vertellen wat je aan het doen bent, wat je wil en dergelijke. Dus dat is één. Tweede is, als je naar de global trends kijkt, we krijgen natuurlijk 5G, komt eraan. Dat zal toch een verbreding geven in datagebruik, sensoren, al dat soort zaken. Nou, als je in een ei leeft, dan weet je dat security niet belangrijk is. Dus security wordt steeds belangrijker. Nou, en dat is een van mijn boodschappen. Aan de andere kant, als je kijkt van wat er in de wereld aan de gang is, hè, politiek. Ja, dat is toch wel een beetje een issue. En aan de andere kant, en nogmaals, dit is niet specifiek naar de vendoren toe, maar algemeen. Wij moeten oppassen, en wij roep ik even als mensheid, maar met name ook in West-Europa en in Nederland, oppassen voor de alsmaar toenemende wet- en regelgeving, waardoor je gewoon veel minder je werk kan doen. En als het goed is ook, kom je ook op het Dutch IT Channel Cloud Event, want daar ga je ook wat vertellen. Ja, daar kom ik ook. Ik zit ook in het forum zelfs. Om daar een en ander toe te lichten op de trends die we zien met klanten. Zowel in Nederland, maar ook internationaal. En hoe je daarmee omgaat, ook weer vanuit een stukje veiligheid. Hè. Waar is mijn data dan? Maar ook vanuit kostenbeheersing. Want cloud is heel leuk, maar is ook heel erg duur als je daar verkeerd mee omgaat. Dus ik denk dat we dat soort zaken zullen gaan bespreken.